Het is 1 februari in 2002. We zitten in de perszaal en je hoort daar in de perszaal vrijwel niks. Ja, wat getokkel op klavieren van laptops en af en toe het doorspoelen van wat filmmateriaal en gevezel. En tegenover me zit vlak voor dat wereldkampioenschap cyclocross in Zolder, daar is het dat het zich afspeelt, zit Jean Nelissen. En we wisselen informatie uit. En Jean vraagt me, Michelleke, hij noemt me altijd met het verkleinwoord van Michel, wat kun je mij vertellen over die kleine Paulus, Kevin? Niet veel, Jean. Er komt namelijk niks uit. Waarop ik dan vroeg van, wat kun jij me vertellen over Thijs Verhagen? En dan zei Jean, een heleboel, jongen, schrijf maar op. En dan deed ik dat. En zo zaten we daar de hele tijd te keuvelen om toch maar niks te missen van de info die we nodig hadden voor de WK's, juniors en beloften. En dan plots, zo rond de klok van 3:30, gaat mijn gsm over en ik zie op de display Maries, de naam van mijn zus, en ik heb argwaan. Ze staat nu voor een volle klas, in principe. Waarom belt ze me? Ik neem het gesprek aan en ik hoor een zin die ik absoluut niet wil horen. Broer, we zullen sterk moeten staan, want onze mama is zo pas overleden. Zwart. Alles wordt dan met de klap zwart. Wellicht heb ik die ene zin van mijn zus hardop herhaald, want Jean staat recht, stapt op me af, legt zijn hand op mijn schouder en zegt: dan moet ik je condoleren, collega. Hij wacht tot ik ingepakt heb, neemt mijn tas over en begeleidt me naar de auto en klopt me nog eens op de schouder. Wees voorzichtig. Goeie 14 dagen later krijg ik telefoon van Jean, Jean Nelissen, op diezelfde gsm. En Jean zegt 2 zinnetjes. Hoe gaat het, Michelleke? En neem je tijd. Weer 14 dagen later ben ik toch van de partij op de omloop het Nieuwsblad. Waarop Jean mij ziet komen en zegt: wat ben je hier snel? Je weet dat rouwen een hele tijd vergt. Die gebaren van diep menselijkheid van Jean Nelissen, die vergeet ik nooit. En dat is waarom ik deze mens mijn hele leven lang zal honoreren. Het is mijn plicht, het is de plicht van de volgende generatie en de plicht van mijn kleinkinderen om over zo'n mens als Jean Nelissen te blijven praten.